In deze aflevering van Hardware Info TV, de Skyd Minya 5 CPU-koeler. Welkom bij Hardware Info TV. We gaan het vandaag hebben over een kleine CPU-koeler. Een hele kleine zelfs. Het is de Skyd Minya 5. Ja, hij staat hier tussen ons in. Het is echt bijna een flatgebouw. Ja, het is klein was inderdaad, voor degenen die het niet hebben begrepen, dat was uiteraard een... Met een knipoog, want het is een enorm koeler. Hij weegt 1,2 kilo. En zoals je al ziet, ook qua formaat is het echt, ja, het is echt een reus. En daarom doe ik meteen de vergelijking op met die andere reusachtige koeler, die al tijdenlang eigenlijk als beste bij ons uit de vergelijkingen komt, als je niet naar de prijs kijkt. Namelijk de Noctua NHD15, ja. Die we hier dus op de foto ook ernaast hebben gezet. Als je hier naast elkaar zit, die NHD15, voor de mensen die hem wel eens in het echt hebben gezien, dat is inderdaad ook echt een massaal ding. En als je hem inderdaad naast die Minya 5 zet, dan lijkt het ineens nog maar een kleintje. Bigger is better, zou je snel denken. Want natuurlijk, hoe groter de koeler, hoe groter het koelblok, hoe meer koeloppervlak. Nou, of dat inderdaad echt zo is, gaan we dadelijk bekijken. De Minya 5 is de opvolger van de Minya 4, maar is eigenlijk een beetje met een wat andere idee opgezet. Ja, want die Minya 4 was eigenlijk redelijk compact en had een fan die heel erg veel lucht verplaatste, maar daardoor ook redelijk wat geluid produceerde. Je zegt een fan, maar je bedoelt ook echt één fan? Ja, precies. Terwijl hier hebben ze dus een ander concept genomen, zo groot mogelijk koelblok met dus heel grote lamellen en daarop twee ventilatoren, maar beide met maximale draaisnelheid van maar 1800 rpm, dus maar 800 toeren per minuut. En die dus ook heel stil zijn. Ja, en dat maakt dus eigenlijk, dat zullen we dadelijk zien, dat die eigenlijk meer is bedacht om zo efficiënt mogelijk te koelen dan om per se zo goed mogelijk te koelen. Ja, met efficiënt bedoelen we dan goede koelprestaties, maar vrijwel geen of zo min mogelijk geluid in ieder geval. Toch nog even terug naar die specs, want je zei al 1,2 kilo en ook het formaat, nou, daar hebben we natuurlijk ook over gehad. Je zou je bijna een beetje gaan zorgen maken of je moederbord dat wel houdt. Nou, dat is één. Er zitten uiteraard goede backplates bij, maar heb je een pc die je continu mee naar LAN-parties neemt bijvoorbeeld, zou ik persoonlijk niet voor zo'n zware koeler kiezen. Dan kan je misschien beter voor waterkoeling gaan, dan heeft dat ook wel weer nadelen. Maar dit is inderdaad gewoon 1,2 kilo wat aan je moederbord hangt te trekken. Ja. Bij een pc die stilstaat is dat niet zo'n probleem. Wat mogelijk wel een probleem is, is de ruimte voor met name je geheugenmodules. Zoals je ook kan zien, is hier zijn wat uitsparingen gemaakt, zijn de onderste lamellen wat korter, waardoor je daar eventueel geheugenmodules onder kunnen steken als je de fans omhoog verplaatst, want je kan ze in hoogte verplaatsen. Ja. Heeft wel allemaal nadelen, want op het moment dat je de fans omhoog verplaatst, staan ze dus voor een deel eroverheen te blazen en neemt dus de efficiëntie juist weer wat af. En het ziet er ook niet heel fraai uit. Het ziet er ook niet heel fraai uit. Als je gewoon standaard geheugenmodules hebt, en dan bedoelen we echt standaard als in alleen maar een reepje zonder koellichamen erop en zonder dat ze extra hoog zijn, dan past het. Ja, of dus van die low-profile modules die Corsair en andere verkopen. Ja, precies, dat soort modules, die passen eronder, maar als je wat ingewikkeldere modules hebt en zeker dingen met nog weer ledjes en zo erbovenop, dan gaat het vrijwel zeker niet passen zonder dat je de fans moet verhogen. Ja. De koeler is geschikt voor zo'n beetje alle sockets, behalve voor Threadripper. Dat moeten we er even bij zeggen, maar voor de rest denk alle couranten, Intel en AMD processors. Ook nog even van belang, de fans hebben een Fluid Dynamic Bearing. Dat is eigenlijk het best mogelijke lager. Ja. Gaat lang mee, stil. Dus wat dat betreft eigenlijk allemaal goed nieuws. Nou, dan gaan we naar de testresultaten kijken. Nu testen wij koelers altijd op een manier dat wij eerst in onze geluidsdichte box kijken op welke snelheid moeten we de ventilatoren laten draaien om ofwel 30 ofwel 40 decibel geluid te produceren gemeten op 10 centimeter afstand. En de grap is, 40 decibel is met deze koeler simpelweg niet eens mogelijk. Nee, 40 decibel, dat is de grens waarbij we zeggen van is niet stil meer, maar wordt hoorbaar. Ja. Nou, die grens komen ze dus niet voorbij op 10 centimeter afstand gemeten. Dus alle resultaten die we hebben, de standaardresultaten, zijn alleen maar op 30 dB. En sterker nog, 30, dat haalt hij ook maar net. Want de op maximale snelheid, dat zullen we verderop zien, is het die 30 en een beetje. Ja. En 30 decibel is die grens waarvan wij zeggen, dat is echt de grens tussen totaal niet meer hoorbaar en een heel, heel, heel klein beetje hoorbaar. Dus zelfs op maximale snelheid is je ding gewoon super, super stil. Ja, je hoort hem feitelijk, tenzij je dus een kast hebt. Nou, ik kan me echt geen scenario voorstellen. In een normale kast ga je deze gewoon niet horen. Ja, nou, en dan de testresultaten. Links hebben we met onze simulator voor socket 1150/1155 processors gemeten op 65 en 95 watt. En rechts hebben we de test met socket 2011/2066 processors op 130 watt.
Nou, links, bedoel, doet hij het toch gewoon echt goed. Hij staat hoog in de grafieken. Ja, hij staat heel hoog in de grafieken. Nog, het is dus niet de allerbest koelende koeler, zien we hier meteen aan. Er zijn koelers die gewoon betere resultaten behalen. Maar hij doet het gewoon, hij doet het heel aardig. En kijk je dan zeker op voor zo'n grotere processor voet, dus op die 2011/2066 voet, ja, daar is hij echt gewoon met afstand, nou niet met afstand, maar wel echt gewoon de beste. En presteert hij dus ook beter dan die Noctua NHD15, want een koeler is die toch nog wel een aardig eentje duurder is. Ja, want voor de duidelijkheid, dat hadden we nog niet genoemd. Deze koeler kost zo'n 50 euro. Ja, en terwijl die Noctua moet je denken eerder aan 80, 90. Ja. Dus dat is echt nog wel een aardig verschil. Nou, de grafiek rechtsonder, die laat een wat ander beeld zien. Nou, die hebben we op de volgende slide nog een keer gezet, want dat is waar wij de koelprestaties meten, ook weer op die Soccer 2011/2066 simulator, maar dan met de fans op volle snelheid voor alle koelers. Ja. Ja, en dan zie je volle snelheid bij, bij deze Skyd is slechts rond die 30 dB. Bij andere koelers gaat dat ver over de 40 heen. Nou, bij zo'n NHD15 zelfs bijna 50 dB. Dat begint de afdeling oordopjes te worden. Ja, want nogmaals, de dB's werkt met een soort van logaritmische schaal. Dus 3 dB erbij is feitelijk twee keer zoveel geluidsproductie. Dus ja, dat is echt aanzienlijk. Je ziet hier dus ook gewoon dat die... Ja, het is zeker niet de best koelende koeler. Dat hadden we al geconstateerd. Dat kan ook niet met fans die zo langzaam draaien. Maar hij doet het dus wel heel erg goed voor zijn geluidsproductie. En stel dat je op een of andere reden toch op een gegeven moment meer koelprestaties wil, kan je natuurlijk wel gewoon de ventilatoren vervangen door de gewoon ventilatoren met meer draaisnelheid en een hogere luchtverplaatsing op te zetten. Want het blijft gewoon een beest van een koelblok. Het is een beest van een koelblok. Ja. Nou, als we een beetje keken naar die eerste grafieken, het is dus een van de meest efficiënte koelers die ooit hebben gehad, ooit hebben getest. Zit dus een beetje in dezelfde league als die NHD15. Daar zei je al van ja, die is ook een stukje duurder. Dus wat dat betreft heeft Skyd in ieder geval het voordeel van de prijs. Een andere koeler die je ook daar in dezelfde regionen zag, was een andere koeler van Skyd, namelijk de Mugen 5 PCRH. En eigenlijk concurreert Skyd hier met zichzelf. Ja, nu is het inderdaad zo dat rond deze prijsklasse en ook qua positionering hebben ze eigenlijk twee producten die allebei gewoon heel erg goed zijn. En dan is het nog iets over te zeggen of je nou beter voor die Ninja 5 of de Mugen 5 PCRH kunt gaan. Want de Mugen 5 PCRH is op zijn minst een iets wat minder zware koeler. Ja, is ook nog steeds een koeler van een kilo. Dus echt geen kleintje, maar die is inderdaad wat compacter. Het heeft met name met je moederbordformaat te maken. En of je dus echt die heel erg stilte wil. Want deze is gewoon net nog wat stiller over het algemeen. Dus het ligt er een beetje aan. Maar voor rond de 50 euro, we hebben hem ook wel een Excellent Choice Award gegeven, is het gewoon echt een super goede koeler. Duidelijk verhaal. Tot zover Hardware Info TV voor vandaag. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Wil je ons nooit missen? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En wij spreken je graag weer voor een nieuwe aflevering van Hardware Info TV. Tot snel. Bedankt voor het kijken.